Welkom bij een Merry Sranan Christmas. Het is al zeker 2 jaren zo dat we kerst niet op een normale manier kunnen vieren. En wij van Supreme hebben dan bedacht om het een beetje anders te doen. Vandaag in een Merry Sranan Christmas heb ik Patricia Ednel als gast. Maar alvorens we beginnen, zal ik onze Santa Baby uitnodigen om wat warme chocolademelk voor ons te brengen. Dankjewel. Thank you. Nou, Patricia? Yes. Lekker. Nou, ik ga gelijk starten met onze icebreaking questions. Noem iets over kerstmis dat de meeste mensen leuk vinden, maar waar jij een hekel aan hebt. Zo, dat is leuk. Waar ik een hekel aan heb? Te veel cadeautjes. Ik bedoel, het hoeft allemaal niet op kerst, maar ze doen het wel. Dus voor mij is het iets van, het hoeft voor mij niet. Al dat, al die prang eromheen. Mm-hmm. Voor mij moet het heel rustig. Dus dat. Oké. Welke kerstfilm of special is je favoriet? En kijk je eigenlijk altijd naar? Dat van Dolly Parton en hoe die ze lieve heer weer. Ze hebben zo een kerst. Een kerstconcert volgens mij dat ze samen doen. Hè? Ik denk dat ik weet over welke je het hebt. Ja, ik kan niet op zijn naam komen, maar ik vind dat ze het echt heel goed doen. Mm-hmm. En Home Alone vind ik leuk om naar te kijken. Oh ja, maar dat is gewoon elk jaar standaard. Volgens mij elke zender kan je Home Alone zeker tegenkomen. En Home Alone 1 is tijdens onze tienerjaren. Weet je, dus het is altijd leuk, weet je, om er naar te kijken. Weet je, want toen waren we nog jong, we vonden het allemaal spannend. Maar dat is voor mij echt leuk. Ja, ik vind het ook wel fijn dat Home Alone eigenlijk nog steeds op televisie komt. Want ik heb er heel vaak als kind naar gekeken. Maar nu kan ik ook nog met die kleine van mij ernaar zitten kijken. Ja. En dat is een beetje een nostalgisch moment. Echt waar. Ja. En dat voelt je terug. Ja, inderdaad. Ja. Oké. Wat is de raarste of lelijkste kerstversiering die je ooit hebt gezien? Ik denk dat het toch wel een aantal zijn. Ja, maar je kan er niet echt zo opvallen. Maar soms als je ergens staat in een, weet je, je gaat in een winkel, dan denk je van, maar hoe is dit allemaal zo versierd? Ja, weet je? Ja. Weet je, die ballen hangen er ergens en het versier zo. Maar niet dat ik echt iets kan noemen van, hé, dat vond ik heel erg raar. Ja. Weet je, dat niet. Maar soms heb je wel van die dingen van, oké, kleurencombinatie is niet echt mooi. Ja. Maar ik kan niet echt zo op eentje vallen. Nee. Ik kan me wel herinneren als kind, had mijn oma altijd van die, die kerstslingersachtige dingetjes in huis. Die als de wind te hard blies, dan scheurden ze. Ze gingen gewoon stuk enzovoort. Ja, ja. Dat had je vroeger echt veel. Ja, en ik had altijd wel. Dat was ook altijd zo raar. Vroeger was het helemaal zo uitgedost, dat versieren. Klopt. Nu is het een beetje minder geworden. Ja, mensen hebben echt zo van, oké, ze hebben een hoekje daar met spullen en een hoekje daar. Maar vroeger was het helemaal overal slingers. Overal van die slingers en zo. En je dacht van, oké, maar wat is dit nou? Maar dat was een manier van kerstvieren. Dat was een beetje prang. Ja. Hoe was kerstmis toen je opgroeide? Kerk gaan. Dat was sowieso een van de belangrijkste dingen. Ik was toen ook misdienaar. Dus je moest dienen. Het was altijd vechten. Wie gaat op kerstnacht of op kerstmis dienen? En dat waren eigenlijk de dingen die voor mij als jong meisje er waren. En dan moest je zingen of dansen. Maar voor mij was het altijd heel, heel rustig. Omdat zoiets had van, weet je, kerst is een beetje een feest van stilte, niet te veel prang. Ja. Weet je, men heeft het later tot iets geweldigs gemaakt, maar het is echt een familiefeest eigenlijk. Inderdaad. Thuis, met de mensen, je viert het met je beloved ones. Dus zo heb ik kerstfeest altijd ervaren, ook als jong meisje. En je zegt, je was misdienaar, je was altijd greedy om de dienst te doen. Tijdens kerstmis altijd, toch? Weet je, maar dan is het druk en dan mag je samen wijn drinken met de pater. Ja, het zijn speciale momenten, inderdaad. Anders mag het niet. Mag het niet, nee. Weet je, dus dat wil je echt dienen, maar toen was het van, je moest ervaren misdienaar zijn.
Maar dan deed je zorg je ervoor dat je het heel jaar door kon dienen in de kerk. Alleen zodat dat je op kerst uitgenodigd werd om de missie naar te zijn. Yes, weet je. En dat waren van die mooie momenten. Yeah. Echt, dat heb ik echt heel leuk ervaren toen. Oké, okay, geweldig, geweldig. Deel een levendige kerstherinnering, goed of slecht? Nu? Goeie? Ja. Je bent er, je bent samen met je mensen, mijn kinderen. Dat vind ik leuk. Mm-hmm. Dat zijn de goede momenten dat je als moeder van je zoon kerst met ze kan vieren. Mm-hmm. Slechte momenten is, ja, wanneer je ziet van, hey, weet je, mensen om je heen hebben bijvoorbeeld nu, maak ik mee dat ik twee familieleden, die zijn er niet meer. En juist in de tijd van kerst zijn ze er niet meer. Dus dat is een beetje minder. Weet je? Dan heb je zoiets van, oké, je kan niet echt uitbundig gaan van oké, weet je. Ja. Je gaat echt uitbundig kerst vieren, want het zijn families die er niet meer zijn. Dus dat is een beetje minder. Oké. Nog gecondoleerd. Dank je. Wat is je favoriete of minst favoriete kerstlied? Mijn favoriete is van Frank Sinatra, weet je, en dan heb je, dat is een heel mooi lied, en mijn minst favoriete, ik weet het niet hoor, ik vind kerst is gewoon, alles is leuk. Het is net dat ik een minst favoriete heb hoor. Mm-hmm. Nee, maar dat kan gebeuren. Ja. Ik denk dat kerst gewoon een te leuke seizoen is. Weet je? Dat je eigenlijk geen niet-favoriete dingen hebt, zeg maar. Het is altijd leuk om naar die kerstnummers te luisteren. Ook al zijn ze vals, ook al zingen die mensen vals. Inhoud, weet je, is leuk. Die mensen geven een beetje flair eraan. Ook van, hey, atonja, no boom. Maar wij doen het ook, ik doe het ook niet helemaal geweldig. Ja, ik ben dus, ook ja, toch? Ik bedoel, ik doe mijn best met zingen. Dus ik kan zeggen van, hey, die zingt vals. Want als ik moet zingen, dan zijn we op één lijn. Ik denk dat jij en ik handjes kunnen schudden wat dat betreft. Want, I ain't got a good voice. Maar we doen ons best. Ja, zeker weten. Welke gebeurtenis is je het meest bijgebleven sinds kerst 2020? Nou, welke? Zo, dansen. Dansen? Ja, ik heb maar één tijd, in mijn, ja, één maand in het jaar dat ik kan dansen. En dat is december. Ja. En ik vond het zo erg toen ik hoorde van COVID is er, dus ik kan niet meer dansen. Het was voor mij echt zo van Mikado, dus wat? Ik kan niet meer dansen. Ja, ik ben blij dat het nu een beetje loskomt. Je kan nog een beetje naar wat parties gaan. Maar ik bedoel, ja, van januari tot en met november werk ik hard. Ik vind december. Dat naast, is jouw maand waar je een beetje kan uitleven. Ja, weet je, dan ga ik een beetje dansen, leuke dingen doen. Weet je, dus dat, maar... Dus ik kon niet dansen tijdens COVID, dat was echt leuk. Nu kan je een klein beetje dansen. Ja, een klein beetje. En ik geniet ervan hoor, op mijn manier. Ik kan me voorstellen. I enjoying it. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Oké. Nou, het loopt aardig hè, met de vragen. Ja. Ik heb nu eigenlijk een aantal vragen die ik je wilde stellen, die in principe met kerstcadeautjes te maken hebben. Okay. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat ik de beste persoon ben om die vragen te stellen. Okay. We gaan het overlaten aan onze kerstman. Mooi. Dus you may go take a seat on Santa's lap. Zo, dat wordt voor de eerste keer dat I'm going to sit on Santa's lap. Ja, yeah, spannend hè? Het wordt spannend. Oké, goed. Hallo, nog een beetje. Kom dan bij me zitten. Echt hè? Zo. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het prima, het is kerst. Hoe gaat het met jou? Ja, het is voor mij een hele ervaring om op Santa's lap te zitten. Ja, ik denk dat dit de eerste keer is dat je bij mij bent komen zitten, zeg. Ja. En ik vind het helemaal anders. Begrijp ik helemaal. Het is speciaal, elke eerste keer is speciaal. Ja, elke eerste keer is speciaal. Want je hebt van Charelle begrepen dat ik jou wat vragen moet stellen vandaag. Oké, dus laten we beginnen. Kijk, zeg die me maar, wat was jouw favoriete kerstcadeau dat je ooit hebt gekregen? Een pop. Een pop? Wat voor pop was het? Oh, een magere pop. Hoe lang heb jij mee zitten spelen? Zo, mijn kinderjaren hoor. Ja, het was gewoon... Ja, het was leuk. Toen. Oké, want ik wilde het graag hebben. En toen kreeg ik hem. Ja, een pop is speciaal voor elk klein meisje. Ja,
En zeg eens, wat was je minst favoriete cadeau? Het hoeft niet per se slecht te zijn, maar jouw minst favoriete cadeau dat je hebt gekregen. Je mag mij alleen zeggen. Een gesp. Oh. Ik geen gesp hebben. Die was niet van mij, maak je geen zorgen. Oké. Ja. Maar kijk, de jaren zijn moeilijk geworden, zeg ja. toch. Ik heb niet echt tijd om zoveel cadeautjes te brengen aan iedereen meer. Er zijn te veel mensen. Ja. Dus ik heb jullie eigenlijk nodig om dat te doen. Dus dit jaar, wat voor cadeautje ga je geven aan de stoerste persoon die je kent? Aan de stoerste persoon? Ja, de stoerste persoon. Ik weet niet hoor. Stoer. Heel stoer. Box gloves. Unboxing gloves. Ja. Heb je al enige idee wie dat is? Nee. Nog niet. Mm-hmm. Geen probleem, maar ik denk dat die persoon best wel blij ermee zal zijn. Ja, absoluut. Absoluut, ja. Nou zeg maar, wat is één cadeau dat je heel graag wou toen je jonger was, maar nooit hebt kunnen krijgen? Toen ik jonger was? Ja. Of nu, het mag ook nu hoor. Nu? Ik wilde een garage hebben. Mm-hmm. Ik heb het nooit gehad. Vliegtuig. Een vliegtuig? Mm-hmm. Een speelgoed of een echte vliegtuig? Een 747 is een beetje moeilijk voor me om klaar te spelen. Nee. wat wil ik graag hebben? Geen vliegtuig, hoor, is een beetje te ver. Ja, maar elfjes kunnen dat niet zo makkelijk bouwen, zeg. Een fiets. Ja, ik wilde altijd een fiets hebben toen ik jonger was, maar ik kon het niet krijgen, want dat is een beetje moeilijk toen. Nou, dat is helemaal te begrijpen. En heb je in je oudere leven wel een fiets kunnen krijgen? Ja. Toen ik wat ouder werd, mijn Milo-jaren, ja, moest ik fietsen naar school, dus toen had ik wel een fiets. En was zo'n leuke ervaring, zeg toch? Ja, was een leuke ervaring. Hij was greedy, toch, want je wilde fietsen. Ja. En hoe ver het ook was. Fietsen was het. Ja, dus ik ben blij dat je het uiteindelijk toch op een of andere manier hebt gekregen, al was het geen kerst. Yes. Ja. Maar ik heb begrepen dat Charelle je weer nodig heeft, dus ren maar snel naar haar toe. Ja, dankjewel. Ik ben vergeten. Ik heb wel nog een klein presentje voor je. Het is misschien geen fiets, maar... Even. Ik heb mijn zak niet bij me, dus ik moet even... Oh, je hebt je zak niet bij je? Kijk hier. Dankjewel, een engel. Ja. Dankjewel, Sinterklaas. Een engel voor mijn engel. En kijk, hij gaat aan als je het aan de onderkant lekker klikt. Dankjewel, Sinterklaas. En vergeet gewoon niet dat het licht in jouw leven nooit uit moet gaan. Dank u, Sinterklaas. Nou, ren maar snel terug naar Charelle. Dag, Sinterklaas. Dag. Welcome back. Hoe was het? Nou, het was een hele andere ervaring. Ik voelde me weer 10. Ja. En ik zie dat je met een cadeautje terug bent gekomen. Ja, hij heeft een engel aan zijn engel gegeven. Dat zei je, zo lief. Ja, dat is echt mooi. En hij zegt, er is een lichtje. Dat heeft hij ook aangegeven. Hij heeft het ook voor me aangemaakt. Ja. Dus ze zeggen dan, dat moet beleven branden in mijn leven. Dat is heel mooi. Heel mooi. Heel mooi. Ik ben heel erg blij met Sinterklaas. Hij did a good job. Sinter did a good job. Oké, als je dit jaar maar één soort Christmas goodie mag hebben, wat zou je dan kiezen? Kiksie. Dat vind ik het lekkerst. Ja? Eierencake. Ja, ik vind Kiksie inderdaad ook lekker. Mm-hmm. Maar ik heb dan ook graag een pruimencake erbij. en een fiado. Maar die Kiksie vind ik heerlijk. Ja, inderdaad. Dus de fiado en die pruimencake. Taart vind ik ook lekker, maar voor mij is die Kiksie helemaal. Nummer 1. Ja, oké, geweldig. 1. Voor welk ding ben je het meest dankbaar tijdens deze feestdagen? Dat ik mijn moeder nog heb en dat mijn kinderen er zijn. Mm. I love that. Ja. Yes. Ik ben het helemaal met je mee eens. Ja. Als je met Kerstmis overal naartoe zou kunnen reizen, waar zou je dan heen gaan? New York. Yes. Ja, met alle sneeuw en helemaal mooi versierd en zo. Het lijkt me wel een hele ervaring om dat mee te maken. Yes. Wat is je minst favoriete item op je kerst-to-do-list? Boodschappen halen.
Dat is echt, like, is rond december werkt dat niet zo goed, hè? Nee. Weet je, en dan, nee, dat is echt een aparte missie die je moet uitvoeren tijdens de feestdagen. Ja, ja. Want je moet dan heel vroeg uit huis, maar daar nog ontmoet je een file. Ja, inderdaad. Ja, en iedereen wil alles kopen, dus je staat zo lang in de rij om te betalen. Ja. Nee, maar het is iets dat we moeten dat doen. Dat we moeten doen, dat je komt er niet onderuit. Nee, nee, nee. Ja. Je kan niet zeggen, je verschuift het naar een andere dag, want die kinderen moeten eten, jij moet eten, je moet je dingen doen. Ja. Dus. It's a part of doing, maar ik vind dat absoluut niet prettig. Ik snap je helemaal. Ja. Ja. Liever een regenweer of zonnig weer voor kerst? Kerst is regen. Ik ben niet de favoriet van regen, hoor. Maar weet je, wanneer het regent, dan voel je van, dit zijn de kerstdagen. Ja, het is een beetje koud, ja, knus, ja. Knus, je bent thuis, je kijkt naar het weer, maar je denkt van geen bliksem, want bliksem en donder zijn niet mijn ding, toch? Maar als het regent, dan vind ik het gezellig. Ja. Maar dan ben ik binnen. Dan moet je binnen zijn, dat zou ik net zeggen. Binnen, voor de tv. Ik ben ook niet echt een fan van regen. Maar als het regent, moet ik in huis zijn. Dan vind ik het niet erg hoe hard het dan ook wel regent. Voor mij ook niet. Ja. Ook al wil het bliksem en donder, maar dan moet ik binnen zijn. Ja, dat vind ik lekker. Ik ben geen fan van bliksem. Ik lekker onder mijn deken, weet je. Je kijkt naar televisie. Televisie, ja, leuk. Weet je, een beetje thee, een beschuitje. Ja, dat ja. Ja, is een boom. Oké. Noem 3 woorden die kerst voor jou het beste omschrijven. Liefde, hoop en familie. En waarom in die volgorde? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit, die volgorde? Het maakt niet zoveel uit. Maar liefde is zo centraal. Mm-hmm. Omdat wanneer je kijkt naar de wereld, je kijkt om je heen, dan mis je dat soms. Mensen hebben iets van, ze kijken te veel naar elkaar, letten te veel op de negatieve aspecten. Yeah. Weet je, en ik vind liefde moet je toch centraal stellen. Omdat door alles waar je heen gaat, als je liefde niet koestert, weet je niet of je een morgen hebt, in mijn perspectief. Ja. Toch? Hoop dat weet je, wat je door alles wat je meemaakt misschien vandaag, weet je, als je morgen opstaat, begint er een nieuwe dag. En dat leer ik mezelf. Kijk, soms maak je ruzie met iemand, weet je. En dan heb je zo van, nooit morgen in de dag gaan maken, die staat. Wanneer je morgen weer opstaat, dan denk je van, maar wat heb ik gisteren gedaan? Zo maar mijn kussie. Wat bereik je ermee? Wat heb je ermee? Ja, weet je? En dan een hoop beetje van, there is a good thing. En familie is voor mij kostbaar. Omdat, men zegt, ondanks is wereldsloon. Je mag zoveel goed doen voor de mens. Maar uiteindelijk kent je familie het best. Yeah. Weet je, zij weet hoe ze zijn er om moeten gaan. Je yes. En on the last day, they will stand by you. Weet je, zij gaan je brengen naar... Je graf en zo. Dus voor mij is familie heel erg belangrijk. Ja. Ik koester dat. Heel mooi gezegd, heel mooi gezegd. Ja. Oké. En wat is de ware betekenis voor kerstmis voor jou? Ik ben vrij christelijk, hoor. Ik ben geen atheïst, dus ik geloof. Ik ben heel gelovig. En als je kijkt naar de essence of kerst, dan gevieren we de geboorte van Jezus Christus. En voor mij is dat belangrijk. Die hele, het lekker eten eromheen. En alle kerstbrood en alle lekkers. Is gewoon om het een beetje mooi te maken. Maar als die er niet is. Als dat er niet is en je moet kerst vieren. Dan is voor mij dat belangrijk. Weet je? Je weet van er is een herdenking. Maar ook een bevrijding, want het herdenken van de geboorte van Jezus Christus is niet alleen maar dat je dat herdenkt. Het is ook als je weet dat er een moment komt dat je beseft dat je zonde vergeven kunnen worden. Want dat zou heel erg tof zijn als de mensen zonde niet vergeven konden worden. Ja, want we zondigen elke dag. Hè? Echt waar. En voor mij is dat precious hoor, want weet je hoeveel dingen we doen. Maar uiteindelijk weten we. En je staat er niet eens bij stil dat je het doet, hè? Je staat er niet eens bij dat stil je iemand pijn hebt gedaan. Ja. Je denkt van, ah, het doet er niet toe, het maakt me niet uit. Maar wanneer je weet dat er een schepper is die je daarvoor vergeeft, is dat kostbaar, hoor. Ja, zeker weten. En dat is voor mij belangrijk tijdens deze tijd, weet je, dat je dat weet, dat dat kan.
En dat zeker gebeurt. Je moet natuurlijk niet met opzet dingen gaan doen, omdat je weet dat je vergeven gaat kunnen worden. Maar, je weet, de mens is vreemd hoor. Wij gaan het niet doen. Maar je hebt sommige mensen die het leuk vinden hoor, om anderen pijn te doen. Ja. Ja, ja, maar dat is deel van het leven. Ja, oké. Okay. Nou, we hebben het gehad met de vragen, maar we zijn nog niet klaar. Ja. We gaan nu over naar ons kalender, de 12 Days of Christmas. Oké. Okay. Jij mag nu een nummer uitkiezen. Oké. Okay. Ik kies voor nummer 5. Nummer 5. Laat even kijken wat nummer 5 heeft. Oké, okay, nummer 5. Geef dus aan dat jij nu een kerstcadeau voor ons moet uitpakken met oven mittens. Dat wordt spannend. Ben je er klaar voor? Ja, ja, is ja? Goed. Oké, okay, Santa Baby, als jij nou dat cadeautje en de mittens brengt, dan kan mevrouw Patricia aan de gang. Zo, dankjewel. De bedoeling is dat je dus nu de oven mittens zeg maar aandoet. En je krijgt een minuut de tijd van ons om het cadeautje te ontpakken. De bedoeling is dat je dus het papier, cadeaupapier, zo heel als mogelijk moet laten. Oké. Okay. Yes. Ready? Ja, I'm ready. Oké, okay, de tijd gaat nu in. dat wordt echt grappig. Nee hoor. Het gaat lukken, het gaat lukken. Go for it, go for it. Mm-mm. Het gaat, het gaat, het gaat, het gaat. Zie je, je hebt al een techniek gevonden. Ik zit hier kraak te houden en het is gelukt. Geweldig. Echt, hè? Geweldig. En daarbij heb je het binnen een minuut gedaan. Echt, hè? Dus, Het lukt. Het lukt, het lukt. We zijn huisvrouwen, no? We zijn huisvrouwen. Nou, okay. Bedankt voor je spontaniteit. Ja, hoor. We zijn gekomen aan het eind van het programma. Ja. Ik heb heel erg genoten van je aanwezigheid. Ik ook. En ik wilde jou nog vragen als je misschien een kerstboodschap hebt aan misschien een geliefde, speciale persoon of gewoon aan de gemeenschap. Zoals ik aan het begin zei, kerst is voor mij een feest van liefde, hoop en familie. En wat ik aan de totale Surinaamse gemeenschap wil meegeven, laat liefde centraal staan. Hoop, laat het een gegeven zijn dat elke dag weer een nieuwe kans is om mooie dingen te doen in je leven. En je familie is heel erg belangrijk. Koester dat. En zorg ervoor dat, hoe moeilijk ze het ook maken, hoe zwaar ze het soms ook maken als familie, ze blijven speciaal. Omdat aan het begin van het leven ze daar zijn en sowieso ook aan het eind van je leven. Dus koester dat, lieve mensen. En zoals Sinterklaas mij heeft gezegd, laat het licht in je leven altijd blijven schijnen. Dat geef ik jullie mee tijdens deze mooie dagen. Gezegende dagen en een gelukkig 2022. Nou, dat heb je heel mooi gezegd. We zijn dus aan het eind gekomen. En ik wil je bedanken voor jouw aanwezigheid. Het was heel erg leuk. Ja. Een beetje boven verwachting, zeg maar. Weet je, want als je aan het werk bent, ben je strak en heel erg serieus. Maar nu hebben we je eigenlijk een beetje van de andere zijde leren kennen. Die gezellige zijde. Die gezellige zijde hebben we leren kennen, ja. En een beetje de feestzijde van rondom kerst hebben we dus leren kennen. Absoluut. Nou. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor het kijken naar dit programma. Ik was er vandaag met Patricia Etnel. Mijn naam is Sherelle Meijer en thank you for watching A Merry Sranang Christmas. This is another Supreme production.
Supreme TV.